got some big wheels on the track here. We got a very fast start van Beanie Beanie. Tom Sluiter hier op de inside. En Peter Beer aan de outside. Het is even kijken. Dat zijn de twee collega's daar van de Missing Crossers. Op plaatsen nummer 1 en 2 tekenen. Peter Beer is die op dit moment het heft in handen neemt. En Beanie Beanie jumping hier. Tom Sluiter op plaats nummer 2. Dan wel nog op 3. En dan gaan we kijken wat er gebeurt met Peter Beer. Maar die houdt er een daverend tempo om op om inderdaad. Wat eigenlijk door niemand gevolgd kan worden. Ook niet door Tom Sluiter op plaats nummer 2. Maar ja, de heren hebben zometeen nog een finaletje tegemoet. We gaan ook de kleine wieltjes met deze heren doormaken. En dan is het toch Peter Beres. Peter Beres die volgens mij een hele mooie kampioenstrui kan gaan aantrekken om het Gronings kampioenschap 2011.